Waar draait het nou echt om bij jeugdvoetbal? Juist, dat kinderen plezier hebben en dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. En dat is de reden waarom Kwik 20 voor de jeugd tot en met onder de 10 heeft gekozen voor het Gelijke Kansen project. En om dit te bieden hebben we natuurlijk enthousiaste en gemotiveerde trainers nodig. Als trainer ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de training van een jeugdteam. Bij de voorbereiding houdt het in dat je alle materialen klaarzet, uitzet en ook na afloop weer opruimt en weer terugbrengt naar de plek waar het hoort. De belangrijkste taak als trainer is dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van een jeugdspeler. En natuurlijk het allerbelangrijkste, dat komt ook vooral terug, is dat het plezier van het kind voorop staat. Het leuke aan training geven is wel dat je de spelers vooruit ziet gaan en dat ze er ook altijd echt heel veel zin in hebben. Dat je de kinderen wat kan leren en gewoon het plezier dat je met de kinderen hebt. Nou, de rol als trainer die wordt bij Kwik heel serieus genomen. In de eerste plaats ook omdat je gewoon heel veel trainers nodig hebt. Maar ook omdat die ontwikkeling van een trainer ook bijdraagt aan de ontwikkeling van de speler. Dus je wordt daarin heel goed begeleid en gefaciliteerd. We hebben gediplomeerde trainerscoördinatoren en sportdocenten die je helpen bij het geven van een training en bij het aansturen van een groep. Zelf leer ik hiervan dat ik de kinderen help en dat ik ze help om plezier te hebben en dat ik ze help samenwerken om samen hun doel zeg maar, te bereiken. Zelf leer je natuurlijk heel veel voor een grote groep staan, voor een groep mensen spreken. Iets meer coachen van de kinderen omdat ik zelf de sportopleiding wil gaan doen en dan kun je zelf die kinderen ook. Want dan moet je ook voor de klas gaan staan en dan kun je ze ook wat leren, zeg maar. Tevens helpen ouders je ook meer tijdens de training. En dat is vooral ook nuttig bij het pedagogische en didactische. Hoe je een bepaalde stof overbrengt naar de jeugd. En het gedrag van de jeugdspelers ook kan begeleiden. Daarnaast is het een leuk voordeel dat de jeugdtrainer bij Kwik ook nog een zakcentje kan bijverdienen. En dat is altijd mooi meegenomen. Het meest uitdagende vind ik als de kinderen soms niet luisteren of niet mee willen werken, want dan moet ik ze zeg maar corrigeren en dat is soms wel uitdagend. Je leert zelfstandig te zijn sowieso, je moet zelf de trainingen voorbereiden, maar ook voor een groep spreken dat je niet zenuwachtig bent of je hoeft te schamen ofzo. Ik krijg elke week appjes wat ik moet voorbereiden voor de training. Soms moet ik ook zelf een training voorbereiden of moet ik via de Phaeton app moet ik zelf een oefening uitkiezen. Hoe ik de training voorbereid. En ik heb een paar begeleiders, dat zijn vaders van kinderen en die helpen ook met de trainingen. Het uitdagende voor mij is wel om elke keer een goede training neer te zetten en de spelers te blijven uitdagen.